Het regent, de pan is zo. We worden achtervolgd door politie. Nou, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Van der Pad. Ik heb net even een kopje gezet, maar of dat slim is, is niet 100%. Maar ik ben niet, want ik ben vandaag zo vrolijk. Net duidelijk koffie gezet. Maar als ik hem open krijg, is de tweede vraag. En ik krijg hem open. Dadelijk even lekker muziek aanzetten en tv aan. Ik zet hem eens open. Zo. Maar dan ga ik even dadelijk even op het heen bellen. Want ik moet elke dag bellen van of ik beter ben of ik nog niet beter ben. Maar ik ben nu dus beter en dus ga ik daarvoor bellen. En al was het niet beter, had ik ook moeten bellen. Dus dan ga ik even dadelijk bellen. Over een paar minuutjes. Dus dan ga ik dat even doen. Nu eerst koffie zetten. Video doen. En dan uur of. En dan ga ik dan richting mijn werk. Dus ik zie de dag wel hoe het loopt. Dus, here we go. En ik moet trouwens nog een vlog kijken. En ik ga natuurlijk ook spellen halen voor Halloween. 11 november natuurlijk. Want 11 november, dat weten jullie ook vast wel. Juist! Ja. Dus dan ga ik nu even editen. En dan vanmiddag snoepjes halen voor 11 november. 11 november is de dag dat de prinsjes, Laat even weten welke jullie niet meer kennen, die allemaal kennen. En ik ken Zemmaten, daar kun je hebben staan. De meisjes hebben rukjes zet, daar heb ik geen meisje aan. Oké. Maar die ken ik allemaal. Dus laat even weten welke jullie nog meer kennen. Dus volgens mij zijn er maar 2, als het goed is. Laat me even weten in de reactie. Nou, ik ga nou Albert Heijn bellen. Ik dacht, misschien vind je wel leuk hoe het in elkaar zit. Even kijken. Hoi, met Van der Pad is de teamleider er. Oh. Ja, ik wil alleen melden dat ik weer beter voel, dus. Dat ik hoop. Ja. Is goed. Teamleider was nog niet, hoor ik. Ik kon nou door verbonden. Oké, is goed. Doei. Nou, dat was inderdaad geen teamleider. Maar er wordt doorgegeven, dus. Komt wel goed. Best raar, meestal moet ik om 10 uur bellen. Maar dit keer niet. Ja, dit keer wel, maar. Dit keer is geen teamleider, dus best wel. Nee, geen idee wat er aan de hand is, dus. Oké, maar ik zie wel. Ik ga er morgen vanmiddag heen. En dan zie ik wel. Nou, trouwens, mijn vader heeft ook tafelset anders gezet. Wacht, zo. Helemaal tegen de muur aan. Wat vind je dit wel? Want meestal stond die zo en stond daar twee stoelen achter nog, natuurlijk. Maar die is nu eentje daar. En nu 3. 2 daar. Zoals jullie zien en 1 daar. Dus, wat vinden jullie er dan van? Laat even weten. Of hebben jullie een ander idee? Zou ook nog voor mij zo, nee, zo kunnen. Bij de witte. Maar, ik vind ook zo. Laat even weten, wat zouden jullie mooi vinden? Wat zouden jullie leuk stijl vinden? Van ja. Ja, de rest is niks veranderd. Eigenlijk, verder is het zo gebleven. Maar dan ga ik even nu lekker een bakje koffie neerzetten. Alweer. Heb ik weer trek in. Dit is een derde bakje koffie alweer. En dan gelijk even yoghurt neermaken. En daarna werken. En ik heb nog al ongeveer een half uur over. Meer dan een uur ongeveer. Mensen, ben ik denk al op werk. Oh, wacht, ik zit verkeerd. Ik fluit bijna elke dag.
Maar dan ga ik even een bakje koffie zetten, want ik kan niet met camera open. Maar wacht. Ik ben echt op maandag. Ik kan ook natuurlijk camera neerzetten. Oh, wat ben ik verdomd. Ik maak alles netjes open, want dat wil ik. Zo. Dan ga ik even de koffie zetten en yoghurt. Here we go. Het regent, de pannetjes worden nat. Ja, ik loop door de regen. Heerlijk. Even lekker springen en zingen. Door de regen. Oké, ik spoor echt helemaal niet. Ah, ik hoop echt niet dat de camera daar kapot gaat. Maar ik heb een fucking schijf. Ik wil gewoon een leuke vlog maken. En ik ben lekker vrolijk in de regen aan het rennen. La 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 la. Wat een vies weer. Lekker springen. Ah, heerlijk zeg. Nee, niet heerlijk. Pot. Pies. Ah. Leuk, regen. Gezellig. Heerlijk, regen. Oh, daar word ik blij van. Word ik heel blij van. Nee. Ah, ik kom net van werk staan, ik zat al te kijken. Het is... Yo! Wat een patje! Yo! Okay, Dijf, man! Echt, pokken weer. Echt niet normaal. Ah. Haatregen, ik haat regen. Ja. Dat is ook een mooie. Oh, man. Ik denk, ik word helemaal klets en knets nat. Kijk mijn bril op bij. Oké. Leuk regen, hè? Wat vinden jullie van? Regen, leuk. Totaal niet. Maar dan ga ik dadelijk even naar huis. Ik moet even dadelijk ook nog even lekker. Ik ga dadelijk even lekkere dingen halen. Voor morgen. Want morgen is 11 november natuurlijk. Dan ga ik nu even naar de supermarkt Albert Heijn. Bij andere winkelcentra. Ik had geen zin om daar te halen. Ik wou snel mogelijk de uitregen. Maar ja, ga ik even snel mogelijk trainen. En begint er nog harder te regenen. Leuk, regen! Nou, ik ben alweer richting de supermarkt naar Albert Heijn. En het begint gelijk weer te gieten. Boffertorie, gadverdamme. Maar het is nu 48. En ik hoop dat ik de supermarkt red, want het is 19:48. Dus dat betekent dat over ongeveer minder. Minder dan een kwartiertje is hij dicht. Maar of ik het red is de tweede vraag. Ik hoop het wel. We gaan het zien. En ik heb net lekker eten gekookt. En ik heb spruitje met spiefstuk op. Echt helemaal interessant is mijn vriend waarschijnlijk. Maar red ik de winkel of niet? Ik hoop het. Ik hoop dat ik super hard red. Gadverdamme, wat pokken weer man. Niet normaal. En ik hoop echt, en dit stuk vind ik echt levensgevaarlijk eigenlijk. Dus, maar dan ga ik nou richting Albert Heijn. Hè. En net zo kom ik ook al vandaan een paar minuten geleden. Dus, echt. Ik haat regen, zo erg. Wat ik eerst zei van, regen. Maar nou ga ik. Ja, ik haat het eigenlijk. Regen heel erg. Dus we gaan richting op en hoop dat hij nog open is. Nou, blijkbaar is hij gewoon open, maar... Ik word achtervolgd door politie waarschijnlijk. Ik weet niet of zo is. Oh, hij is nog open gelukkig. Hij is nog echt open ook. Alleen politie rijdt achter, maar waarom weet ik helemaal niet. Maar het maakt niet uit. Dan gaan we even naar Albert Heijn, dan gaan we even wat halen. Dus... Eten voor morgen of voor zaterdag. Dus we gaan het zien. Here we go. Nou, blijkbaar was het alleen voor controle voor een centrum. Controle voor het centrum. Gewoon kijken of hoe het is daar zo. Of het alles goed is. Blijkbaar. Daarom ging ze. Leek net of al achter me aanreden. Maar dat was gewoon voor de controle, denk ik. Om te kijken hoe het was. Of alles goed gaat. Of niks wordt gebeurd. Of iets ergs. Dat denk ik, heb ik vermoeden. Maar dan loop ik nu met een hele zware tas. Goeie. Dus
Weer die lucht. Ik liep al eerder in het centrum, maar ook ik echt zo verbrandende lucht. En nou weer. Wat is dit? Ik denk net of je het hier in een huisje fik zit, joh. Maar ik zie niks. Dat is waar. Jezus, plus bij mijn melk. Nou, ik weet niet wat het is, maar ik boeien. Maar niet boeien, maar. Als ik niks zie, dan. Geen idee, ik zie echt niks, geen brand. Maar ik krijg wel brandige lucht. Wat dat is, weet ik niet. Maar ja, dan ga ik nu weer eigenlijk recht, meisje. En tegelijkertijd leuk zien. Nou, leuk. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dat laten we daarop houden. Dus, onderweg naar huis. Dat zie jullie nu. Nou, ik ga nou even zakjes doen voor 11 november. Tuurlijk. En dan moet ik natuurlijk ook eens even proeven, want het moet wel goedgekeurd zijn natuurlijk. Nou. En ik heb allemaal één zak. Ik heb één van Merlevin. En één van zure bollen, bommen. En aardbeien. Wat er ook op. En natuurlijk niet te vergeten, kikkers. En je hebt ook een mix zak gedaan. Dus gaan we dat even eerlijk verdelen. Allemaal eentje van. Dus gaan we beginnen. Even allemaal openmaken. Dus dan gaan we even allemaal eentje, één per één, allemaal in doen. En moet ik wel even goed nadenken. Hoeveel mensen aan het lukken, we zijn van wel heel verschillend zijn. Maar deze kan je hebben. Ja, weet ik. Ik vind eigenlijk de prijs van. Ik vind eigenlijk trouwens de prijs van. Best wel duur van de tandarts. Maar dan ga ik nu beginnen en zien jullie daar het eindresultaat. Here we go. Nou, ik heb even lekker allemaal zakjes gevuld. Dus laten we morgen maar lekker komen met die mensen. Met al die snoepillen. Staat allemaal klaar hoor mensen. Het is allemaal klaar voor jullie. Here we go. Gaan we lekker even lekker. Ga ik jullie wat lekkers geven. Hoop dat jullie er blij mee worden. Dus. En wil jullie nog kaarten winnen van Go Ahead Yoda Boys. Doe dan hashtag patje en kan je winnen mensen. En waarschijnlijk dat ik al heb genoemd. Maar dat weet ik nog niet zeker. Maar laat even weten. Nou, ik zit lekker relaxed op de bank. Maar ik zit net die hele film tv programma te kijken van XT. Zoiets, als ik goed uitspreek. Nou ja. Maar dan zie ik zo oude net en denk van, wauw, wajo. Zo lang geleden dat ik je heb gehoord. Maar vaak zitten er nummers tussen die bij City Life hebben gehoord. Dus, en deze kijk ik weer niet. Maar zo leuk om, grappig om het weer te zien, jongen. Ik denk van, lol joh. Maar ik zat even lekker met mijn broertje te praten, die is nu weg. Dus. Maar ik ga nou even lekker relaxen en dadelijk even alles dicht doen en afsluiten en zo. Want ik ben nu al lekker mee beneden. Zo lekker soms. En eindelijk vandaag eerst gewerkt. Ik had echt een beetje spierpijn, ik moest even wennen van te werken. Maar ja, het komt wel goed. Morgen laatste dag en dan morgen ga ik even je video opnemen. Nee, niet morgen, overmorgen. Dus, waarom jullie weten waarschijnlijk waarom. Ik kom waarschijnlijk zondag online. Jullie hebben we waarschijnlijk nu al gezien. En ik moet echt weer schegen. Goed, echt snel een baard. Maar ja, pak niet. Dus, ga ik even lekker een glasje melk op drinken. Heb ik nog staan. En, ik knoei gelijk weer. Godverdorie. Is lekker bezig. Yo. Yo. Bingo. Oké. Maar wat ik ook nu ga doen is lekker. Dadelijk naar boven even lekker vlog afsluiten. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe even sowieso een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook natuurlijk niet hier beneden te abonneren. Zou tof zijn. En zou tof zijn als jullie mijn video delen. Met jullie familie, neven, nichten, maakt niet uit wie. Zou tof zijn als jullie dat zouden doen. En zeg ik alvast veel kijkers zien naar een nieuwe vlog. Om 6 uur. En dan zeg ik. Laters.